Vleesvee vrijgesteld van fosfaatreductie. Kamer stemt in met cameratoezicht in slachterijen. En nieuwe aardappelpootmachine van De Wulf Miedema. Vleesveebedrijven vallen toch niet onder het fosfaatreductieplan 2017. Staatssecretaris Van Dam heeft dat besloten omdat er voor deze bedrijven te veel onbedoelde negatieve effecten optreden. Door de aanpassing geldt het fosfaatreductieplan alleen nog voor melkproducerende bedrijven. Een terechte keuze, zo reageert LTO-bestuurder Kees Romeijn op het besluit. De Tweede Kamer wil dat in alle slachthuizen cameratoezicht wordt ingevoerd. Bedrijven zouden daartoe desnoods verplicht moeten worden. Een meerderheid van de partijen steunde dinsdag de motie van de Partij voor de Dieren. Staatssecretaris Martijn van Dam zei eerder dat hij cameratoezicht niet wilde verplichten. Een nieuwe aardappelpootmachine van De Wulf Miedema. De Miedema Structural 4000 werd onlangs voor het eerst gebruikt om een perceel aardappelen te poten voor Potato Europe in Emmeloord. De machine beschikt over verschillende GPS-technieken. Deze machine, dus de snarenbedmachine, die kan heel variabel poten. Dat is één, dat doen we met GPS-technieken. En twee is dat die verschillende aardappelmaten tegelijk kan poten en goed kan verdelen over het aardappelperceel voor optimale stengelverdeling en optimalisering van de opbrengst. Kijk, er is een bekerpootmachine en een snarenbedpootmachine. Beide systemen zijn goed. Het is afhankelijk van je tiltmethodiek, tiltdoel, dat je een machinerichting kiest. Dus hij is ook niet voor iedereen geschikt. Zo kun je het ook stellen. Fruitteler Wessel van Olst overhandigde dinsdag in Den Haag ruim 300 brieven aan informateur Schippers en de Kamerleden van VVD, CDA, D66 en GroenLinks. In de brieven staat het verzoek van boeren voor een minister voor Voedsel en Landschap. Van Olst is een van de initiatiefnemers van de actie die enkele weken geleden is gestart. Ik ben hier naar Den Haag gekomen met de boodschap namens 300 boeren en tuinders die een aanbevelingsbrief hebben geschreven voor minister van Voedsel en Landschap. En die hebben we hier overhandigd, deze boodschap hier in Den Haag gebracht. U heeft die boodschap kunnen overhandigen aan de informateur? Ja, we hadden geluk. We stonden hier net klaar, we hadden een afspraak met 6 Kamerleden. En de auto van mevrouw Schippers rijdt hier het terrein op. En die had de gelegenheid, bij wijze van geluk, om het in ontvangst te nemen. Afgelopen jaar hebben we 48 aardbeien getest en daar bleek één aardbeien te zijn die onder zilt 300% meer leverde dan onder zoet. Welke gewassen doen het goed op zilte landbouwgrond? Dat onderzoekt de Zilte Proefboerderij op Texel. Aan het project werken onder meer onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Wageningen Universiteit mee. Het kan helpen het waterprobleem wereldwijd op te lossen, want er is nou net zoveel brakwater in de wereld dan zoetwater. Dus dat betekent dat de watervoorraad in de wereld verdubbeld wordt als we goed leren omgaan met brakwater. Van sommige gewassen verandert de smaak door het zoute water. Gewassen gaan terug naar oorspronkelijke smaken. Dus we hebben bijvoorbeeld sla, dat is een prachtig voorbeeld. Dan zetten we sla onder zilte omstandigheden. En dan zijn er slasoorten die worden weer bitter. Die worden echt hartstikke bitter. Nou, die wil je niet meer eten. En dus wordt sla, die wordt zoeter. Nou, die is heerlijk. En dat geldt voor aardbeien. Er zijn er die worden goor van smaak. En er worden aardbeien worden, gaan heerlijk ruiken, krijgen meer aroma. Burgemeester Petra Doornenbal van de gemeente Renswoude heeft dit weekend de melktap geopend op de boerderij van Helma Breunissen en Evert Blauwendraad. Daarna openden ze de deuren van de stal zodat de koeien voor het eerst naar buiten konden. Een poosje geleden hadden wij bedacht dat het leuk was om een melktap te gaan houden. En toen dachten we van dit is het derde jaar dat we de koeien naar buiten doen. En ook meteen een mooie manier om zo'n melktap te promoten en te openen. Dus dan heb je meteen een boel mensen op je erf en dan hoop je op een vliegende start. Volgens Breunissen is de melktap een goede manier om de sector te promoten. Nou, omdat ik steeds meer het idee heb dat steeds meer mensen wat verder van de boerderij afkomen te staan. Wat voor sector je ook hebt, of het nou melkvee is of wat dan ook. Dus ik denk dat het voor boeren goed is om te laten zien waar ze mee bezig zijn, waar je mee bezig bent, zodat mensen daar ook een beetje het idee van kunnen krijgen en kunnen hebben. Het weer wordt u aangeboden door agroweeradvies.nl.
Dit was Nieuwe Oogst TV. Voor meer nieuws kijk op onze website nieuweoogst.nu of volg ons op Twitter, Facebook of YouTube.